Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Een beetje gekke intro. Maar deze week heb ik toetsweek. Dus ik dacht, laten we het weer even gaan filmen. Of in ieder geval, ik ga dit filmen. En waarschijnlijk vergeet ik in de helft van de week weer te vloggen. Maar dan hoop ik dat er toch nog een paar leuke beelden zijn voor een video. Ik weet ook niet in welke video ik dit anders ga gebruiken. Ik ben even mijn schoenen aan het aantrekken. Want ik heb zo meteen, of eigenlijk nu, over 3 kwartier begint mijn scheikundetoets. Mijn eerste toets van toetsweek is vandaag maandag. Blue Monday. Als het goed is. Oké, schoentjes zijn aan. Ik ga even mijn tasje inpakken. Spulletjes die ik nodig heb. Scheikunde, dus dan natuurlijk de welbekende Binos. Echt mijn redmiddel. Etui met allemaal shit erin. Rekenmachine. Oortjes. Portemonneetje met shit erin. Even kijken, ja. Dat is het eigenlijk wel. Ik neem nog even wat eten mee. Oh, en water. Ik heb hier nog een dopper staan. Kijk. Zo. Gisteren heb ik best wel lang geleerd. Ook oefentoetsen gemaakt en alles. En ik heb voor deze toets best wel goed geleerd, vind ik zelf. Dus ik vind het ook niet heel moeilijk. Dus ik hoop dat het goed gaat komen. Ik denk het wel. Tasje gepakt. Let's go. Natuurkunde. Ik heb net even het gedeelte van de trillingen allemaal samengevat. Ja, I know, een beetje laat. Het is ook inmiddels al 11:15 s'avonds. Ik heb toets morgen om 12:00. Dus ik ga nu slapen, 11:15. Zet ik mijn wekker om 7:30. Heb ik gewoon easy 8 uurtjes slaap. Ga ik morgenochtend nog allemaal opdrachten oefenen. En dan nog dit boekje leren. Maar dit weet ik al voor een groot gedeelte. Want hier hebben we al een S over gehad. Dat andere van trilling was nog nieuw. Dus dat heb ik net even gedaan. Maar, ik heb nog helemaal niet verteld over hoe scheikunde ging. Scheikunde ging echt best wel heel erg goed. Eén dingetje weet ik denk eigenlijk zeker dat ik fout heb. Want er was één zo'n stof die ik niet helemaal goed kon vinden in mijn pinas. Dus die heb ik volgens mij de verkeerde stof gepakt. Dus daardoor heb ik waarschijnlijk 1 punt aftrek. Maar voor de rest ging alles echt best wel goed, dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik ga lekker slapen nu, dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, ik ben me even aan het klaarmaken. Want ik heb over 3 kwartier of zo mijn natuurkundetoets. En ik wilde dus vanochtend vroeg op gaan staan, zodat ik nog wat natuurkunde kan doen. Alleen ik ben gewoon dus door mijn wekker heen geslapen, dus ik word pas om 10:00 wakker. Dan hoef ik pas om 11:45 heb ik pas mijn toets. Maar ik moet nog heen fietsen, ontbijten, aankleden. En ik moet dus nog best wel veel leren. Dus ik zit nog steeds een beetje in de stress. Ik moet over 1 kwartier weg. En ik moet even snel de laatste dingen doornemen. Want anders ga ik het gewoon niet redden. Even snel een parfumetje op. Een klein beetje mascara op. En de rest boeit me ook allemaal niet meer hoor. Denk ik maar, ja, jammer. Dus nou, ik zie jullie denk ik zo. Zodra mijn natuurkunde is geweest. En dan hoop ik maar dat het meeviel. Oké, natuurkunde is geweest. Maar het ging bij mij echt heel slecht. Ik had echt weer veel te weinig tijd. Het ging gewoon helemaal kut. Leuk weer. Inmiddels is het, weet ik veel, 17:50. Ik ga zo hoekje. Kijk, ik heb mijn hoekje spulletjes al klaarstaan. Dit is mijn outfit van vandaag. Was trouwens deze broek. Is van de Pull & Bear. Schoentjes zijn mijn Nike's. Topje van de Zara. En het vestje is van Fashion Tiger. Dat is zo'n wat kleiner bedrijf. Volgens mij verkoopt ze hem niet meer. Maar gewoon heel cute outfitje. Dus ik ga even omkleden. En dan hebben we lekker hockeytraining. Thank you.
eco gehad. Het ging niet heel goed, maar prima. En nu zijn we aan het wachten voor bio. Ik vind het zo grappig. Ja, het is wel inspirerend. Eten. Ja. Goedemiddag is het al. Ik ga nu on my way to school. Ik heb mijn Latijntoets, dus ik heb mijn dikke woordenboek alweer mee. Dit heb ik nog even mee. Ik drink nog heel snel mijn koffie op. En dan gaan we. Let's go. Inmiddels heb ik al mijn toetsen gehad en ik wil met jullie mijn cijfers delen, want ik heb 5 van de 7 cijfers al teruggekregen. Ik had dus 7 toetsen. Ik heb het laatste gedeelte van de vlog eigenlijk niet heel veel meer verteld over mijn toetsen. Maar ik begon dus maandag met scheikunde en die toets ging best wel goed. En dat zie je op zich ook wel aan mijn cijfer, want ik heb een 7,8. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En toen had ik dinsdag natuurkunde en ik dacht echt dat die best wel slecht ging. Maar uiteindelijk heb ik dus een best wel goed cijfer. Ik heb een 6,6. Ik was echt heel erg verbaasd. Ik dacht serieus dat de docent gewoon toets had omgewisseld of zo. Maar ik heb serieus een 6,6. We hebben de toets al besproken. Ik heb gewoon best wel veel formules goed opgeschreven. Bij natuurkunde gaat het meestal ook niet heel erg om het eindantwoord wat je goed hebt. Maar vooral ook om de manier hoe je het doet. Dus dat heb ik gewoon eigenlijk bij elke opdracht gedaan. Gewoon een beetje de formules opgeschreven. En daar krijg je altijd al wat punten voor. Dus zo heb ik mijn redelijk hoge cijfer gehaald. Nou, 6,6 is niet heel hoog, maar ik ben er echt heel erg blij mee. Op woensdag had ik Engels, maar die zei helaas nog niet nagekeken. Dus ze was al wel begonnen en ze zei dat mijn toets het eerste gedeelte in ieder geval redelijk oké ging. Dus daar ben ik heel erg blij mee, want ik sta echt best wel laag voor Engels. Ik vind het heel erg moeilijk. Dus ik hoop dat het een beetje een hoog cijfer is, maar ik denk het niet. Ik ga er niet van uit. Donderdag had ik bio en eco. Voor biologie heb ik een 5,6 en voor eco een 5,4. Bio had ik al een online gedeelte moeten maken eerder. Daar had ik al een wat lager cijfer, iets van een 4,8. Dus voor het schriftelijk gedeelte wat we in deze toetsweek hadden, heb ik iets hoger gehaald, iets van een 6 of zo. En dat compenseert dan naar 5,6. Gewoon prima voldoende. Kijk, met voldoendes haal je je jaar uiteindelijk ook als je alleen maar voldoendes haalt. Dus ik vind het gewoon prima. Eco helaas een 5,4, dat was echt een leertoets. Dat was bijna niet berekenen, maar het was gewoon heel erg veel theorie leren. En met eco ben ik daar altijd wat minder goed in. Ik ben altijd gewoon wat beter sommetjes maken, dus dat is gewoon jammer. Vrijdag had ik Latijn, daar heb ik een 5,7 voor. Dat is een gedeelte vertalen en een gedeelte wat je moest leren. En we hebben het dus ook al besproken. En ik had gewoon bij beide onderwerpen wel wat fouten gemaakt. Maar ja, 5,7 is nog steeds voldoende, dus mij hoor je niet klagen. Die week erna had ik op dinsdag wiskunde. Die heb ik nog niet terug, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat het een laag cijfer is. Omdat ik hem gewoon echt niet goed vind gaan. En ik mag 2 toetsen in het hele jaar herkansen. En waarschijnlijk wordt deze wiskundetoets er eentje van. Maar dan weten jullie dus nu ongeveer een beetje wat ik heb gehaald per toets en hoe mijn toetsweek is gegaan. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. En als je dat vond, doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je meer van mijn video's wil zien. En bedankt voor het kijken. Doei!